loop nu maar door, André. En dan heet ik u van harte welkom bij deze academische plechtigheid waarin Jacco Burgers zijn oratie, u ziet de titel, persoonsgerichte zorg in richtlijnen, contradictie of paradox, zal uitspreken. U bent in grote getale gekomen, dat vinden wij altijd mooi. U ziet ook allerlei verschillende soorten toga's hier op het podium. Dat betekent dat er ook heel veel mensen van buiten zijn gekomen. Hoogleraren die wij dan speciaal welkom heten ook. Dat is ook een opdracht die ik heb meegekregen, dus dat doe ik dan van ganse harte. Zelfs uit het buitenland. Dus dat zegt toch heel wat. Gelukkig spreekt de buitenlandse gast wel Vlaams. Jacobus Simon Burgers, geboren in Haarlem, maar al gauw naar de VU gegaan om daar geneeskunde te studeren. En in 1988 arts geworden en daarna in 1991 zelfs huisarts. En dat zegt veel over zijn carrière daarna. Vervolgens naar het Radboud gegaan om een promotieonderzoek te doen over de Quality of Clinical Practice Guidelines. Dus toen ging het al over richtlijnen. En dat leidde tot het gevraagde doctoraat in 2002. En dan denkt u, die is wel erg Nederlands georiënteerd. Nee, helemaal niet. Daarna naar Harvard gegaan. En daar een tijdje gewerkt op de School of Public Health, hetgeen mij zeer aanspreekt. En vanaf 1995 huisarts te Gorinchem. Maar vandaar via allerlei instituten, IQ Healthcare, het CBO, uiteindelijk terechtgekomen bij het Nederlands Huisartsengenootschap, die ook deze leerstoel mede instelt. Waarvoor onze grote dank. En al dat werk gaat steeds over de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van richtlijnen ter bevordering van de kwaliteit van zorg. En dan neem ik maar aan dat die oratie daar ook over gaat, dus geef ik u graag het woord. Meneer de rector, familie. Vrienden, kennissen, collega's en andere belangstellenden. En ook degene die nu via de livestream verbinding of later de uitzending bekijken. Het is mij een groot genoegen u hier te treffen. Fijn dat u uit alle delen van het land hier naartoe bent gereisd. Naar Maastricht, waar de jongste universiteit van Nederland is gevestigd. En waar sinds vorig jaar ook de jongste rector magnificus van Nederland is aangesteld. Daar zijn we trots op. Ik vind het een voorrecht om hier te mogen staan in de aula van de universiteit die mij vanaf de eerste dag heeft geïnspireerd. Vanwege de onverschrokkenheid, het lef om heilige huizen omver te werpen en om van gebaande paden af te wijken. De keuze voor een bordeauxrode in plaats van een zwarte toga getuigt hiervan. En het voelt goed, kan ik u verzekeren. Met de titel van mijn reden wil ik u aan het denken zetten. Persoonsgerichte zorg en richtlijnen, dat kan toch niet samengaan? Richtlijnen bevatten algemene regels en staan persoonsgerichte zorg per definitie in de weg, zou u kunnen zeggen. Ik zal betogen dat richtlijnen nodig zijn om persoonsgerichte zorg mogelijk te maken. Persoonsgerichte zorg met een wetenschappelijke basis binnen de context van de academische geneeskunde wel te verstaan. En hiertoe zal ik u meenemen op reis naar de kern van de wetenschappelijke uitoefening van mijn vak, de huisartsgeneeskunde. We maken tussenstops langs drie verschillende zeer gewaardeerde bronnen van kennis. De bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur, ook wel evidence genoemd, de professionele expertise en de patiëntervaring, aangevuld met verhalen uit mijn eigen praktijk.
Het einddoel van de reis is het leveren van persoonsgerichte zorg in de praktijk. Dit wordt mogelijk gemaakt door deze drie bronnen te combineren en verantwoord toe te passen. Aan het eind van deze reden wil ik graag met u de plannen voor onderzoek en onderwijs delen om persoonsgerichte zorg te bevorderen. We beginnen onze reis met een voorbeeld uit mijn praktijk. Mevrouw Schol is 84 jaar. Ik ken haar al sinds het begin van mijn praktijk in 1995. Ze heeft een schildklieraandoening, hoge bloeddruk, botontkalking, een langzaam toenemende nierfunctiestoornis, nachtelijk onrustige benen en ze slikt dagelijks 8 verschillende medicijnen. Haar man is in 2005 overleden aan hartfalen. Mevrouw woont zelfstandig in een kleine seniorenwoning en heeft goed contact met haar kinderen en kleinkinderen die in de buurt wonen. In 2010 krijgt mevrouw Schol een beroerte. Ze herstelt hiervan met een gevoelstoornis van haar rechterarm en been als restverschijnsel. Daar heeft ze dagelijks veel last van. Maar ja, je kunt er toch niks aan doen, zegt ze dan. Je moet ermee leren leven. Maar ik wil het af en toe wel aan u kwijt. Het is heel erg irritant. Bijkomend verschijnsel is dat de bloeddruk na haar beroerte is gaan stijgen. En samen proberen we deze te reguleren volgens de NAG-standaard cardiovasculair risicomanagement. Mevrouw Schol behoort tot een hoge risicogroep en wil liever niet nog eens een beroerte doormaken. Het reguleren van haar bloeddruk gaat echter moeizaam. De ene pil geeft bijwerkingen, de andere heeft geen effect. Maar we laten het er niet zomaar bij zitten. Maar ook dosisverhogingen halen niets uit. De bloeddruk blijft hoger dan 180 mm kwik, terwijl ze er geen last van heeft. Wel blijft mevrouw Schol klagen over koude handen en voeten, terwijl de beta-blokker die deze bijwerking kan hebben, al lang is gestopt. We worden er samen moedeloos van. Wat zou u doen als u haar arts was? Wat zou u willen als u mevrouw Schol was? Ik kom u later op terug. Als huisarts willen we goede, wetenschappelijk verantwoorde zorg leveren. Professionele richtlijnen dienen daarbij als leidraad en houvast. Maar als de streefwaarden van richtlijnen moeilijk zijn te realiseren en de patiënt de behandeling als ballast ervaart, wat is dan wijsheid? Toepassing van de academische richtlijn lijkt persoonsgerichte zorg dan behoorlijk in de weg te staan. Wat beogen we met richtlijnen te bereiken? Waarom zijn we überhaupt mee begonnen, zou u zich kunnen afvragen. Ik zal dit toelichten aan de hand van een korte terugblik naar het ontstaan van richtlijnen in de geneeskunde. We gaan terug naar de Verenigde Staten in de jaren 70 van de vorige eeuw. Daar werden op grote schaal gegevens verzameld over operaties en ingrepen in de verschillende regio's van het land. Het bleek dat er enorme variatie bestond over hoe vaak bepaalde ingrepen werden uitgevoerd, zoals het verwijderen van amandelen, baarmoeder, prostaat- en rugoperaties. In sommige staten werden operaties veel vaker uitgevoerd, terwijl de bevolking vergelijkbaar was en niet zieker werd geacht. De mening begon post te vatten dat naast medische redenen wellicht ook andere motieven een rol speelden om ingrepen uit te voeren. Dit was mede aanleiding tot een nationaal programma van consensusontwikkeling, de voorloper van richtlijnen, gefinancierd door de National Institute of Health. Een commissie van geleerden kwam gedurende een aantal dagen bij elkaar, werkte dag en nacht door en presenteerde vervolgens op de laatste ochtend aan de pers een document met aanbevelingen gebaseerd op consensus. Deze methode staat ook wel bekend als de GOBSET-methode. Ofwel, the good old boys sit around a table. Of de artsen in het land zich iets van deze aanbevelingen aantrokken, dat is niet goed bekend. Maar de trend was wel gezet om gezamenlijk afspraken te maken over goede gezondheidszorg. Het programma van de National Institute of Health stond model voor het CBO, consensusprogramma, dat in de jaren 80 in Nederland is ontstaan. Ook hierin werden richtlijnen gemaakt op basis van consensus. Maar omdat Nederland nu eenmaal een stuk makkelijker te bereizen is, werden de bijeenkomsten van de commissies gespreid. En zo werd Utrecht het centrum van Richtlijnenland Nederland. In 1989 startte het Nederlands Huisartsengenootschap met de ontwikkeling van NAG-standaarden.
Niet zozeer de praktijkvariatie, maar vooral de behoefte aan professionalisering van het vak ten overstaan van de medisch specialisten was de aanleiding voor het programma. Bij het ontwerp van het programma werd niet alleen aandacht besteed aan de ontwikkeling, maar ook aan de implementatie, ofwel de zorg voor het bevorderen van de daadwerkelijke toepassing van de richtlijnen in de praktijk. Richtlijnen waren een nieuw fenomeen dat ook op weerstand stuitte. Kookboekgeneeskunde of een keurslijf vonden sommigen. Maar deze groep vormde al snel een kleine minderheid. Na 4 jaar werd het eerste boek met 30 standaarden gepubliceerd. En 3 jaar later volgden er nog eens 30. Huisartsen waren verheugd over de herkenbare onderwerpen. Urineweginfecties, keelpijn, bijenhondontsteking, lage rugpijn, vaginale afscheiding. En het feit dat de beroepsgroep zelf aanbevelingen voor diagnostiek en therapie had geformuleerd. Richtlijnen door en voor huisartsen. Zo heette de succesformule van het NAG. In de jaren 90 van de vorige eeuw was er ook een andere beweging bepalend voor de uitstraling van de NAG-standaarden. Evidence-based medicine. Hebben we vandaag meer gehoord. Ofwel op wetenschappelijk bewijs gebaseerde geneeskunde. Deze beweging ontstond in Canada als verzet tegen de gangbare opvattingen van de gevestigde orde van hoogleraren, de zogenoemde authority-based medicine. ABM betekende een doorbraak naar het onafhankelijk nadenken en zette zelfs vraagtekens bij behandelingen die lange tijd onbetwist waren, zoals antibiotica bij oor- of bijholteontsteking. De kritische methode van ABM, met de uitkomsten van systematisch literatuuronderzoek als basis voor het handelen, werd al snel door het NAG omarmd en vormt nog steeds de grondslag van onze richtlijnen. Op deze wijze zijn de NAG-standaarden het wetenschappelijk robuuste fundament onder de huisartsgeneeskunde. Op onze reis maak ik nu graag met u een tussenstop bij de eerste bron van kennis, de evidence, uit de wetenschappelijke literatuur als grondslag voor richtlijnen. De term evidence is lastig te vertalen en wordt vaak verkeerd begrepen. De letterlijke vertaling is evidentie. In de wetenschapsfilosofie is dit het empirische materiaal, de gegevens die vanuit de werkelijkheid worden verzameld, waaraan men een hypothese toetst. Hiermee wordt de hypothese meer of minder aannemelijk gemaakt. Om de mate waarin dit het geval is te berekenen, is statistische toetsing vereist. Evidentie moet niet verward worden met bewijs, in het Engels proof. Dit is alleen van toepassing op logische stellingen in de wiskunde en logica, de logische wetenschappen. Een hypothese uit empirische wetenschappen, zoals de geneeskunde daarentegen, kan nooit bewezen worden, maar wel aannemelijk worden gemaakt. Met de marge van onzekerheid die uit de statistische toetsing blijkt. Een probleem in de geneeskunde, en in de huisartsgeneeskunde in het bijzonder, is dat er vele vragen zijn waarvoor maar weinig evidence beschikbaar is. Bijvoorbeeld op het gebied van alledaagse aandoeningen, zoals verkoudheid, nekklachten, oorsmeer en galbulten. Er gaan geen mensen aan dood en gelukkig gaan de meeste klachten vanzelf over. Maar toch staan we met de mond vol tanden als men vraagt naar oorzaken en factoren die het beloop van de klacht kunnen beïnvloeden. Het betreft een hiaten in kennis waar geen of weinig onderzoek naar is gedaan. En dat voor deze alledaagse aandoeningen inmiddels weer meer aandacht is, onder andere in het rapport van de Gezondheidsraad dat vorig jaar verscheen, en door de oprichting van de Stichting Fonds Alledaagse Ziekten, stemt hoopvol. Naast het gebrek aan evidence is er een ander probleem dat wellicht meer zorgen baart. Wetenschappelijk onderzoek komt niet tot stand zonder adequate financiering. Idealiter heeft de financierende organisatie geen invloed op de resultaten en wordt het onderzoek belangeloos gesteund. Maar dit is echter niet vaak het geval. De geneeskunde is een markt waar mensen veel geld uitgeven en waar dus ook veel geld kan worden verdiend. Succesvolle innovaties, zowel op het gebied van diagnostiek als therapie, kunnen bedrijven miljarden opleveren. De druk om een klein effect uit te vergroten en krachtige marketingstrategieën in te zetten om innovaties ingevoerd te krijgen, is groot. Gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek is een van de middelen om artsen en andere professionele zorgverleners te overtuigen. Zowel financiers als onderzoekers die baat hebben bij zoveel mogelijk publicaties, hebben meer belang bij het publiceren van positieve dan negatieve resultaten, de zogenoemde publicatiebias. Wetenschappelijke literatuur is niet waardevrij en zit vol verborgen agenda's en verlangens. Deze hebben invloed op de onderzoeksagenda en op de uitkomsten van onderzoek.
Evidence-based medicine wordt daarom iets wat smalend ook wel evidence-biased medicine genoemd. Hoe wapenen wij ons hiertegen? Als voorvechters van het onafhankelijke wetenschapsbedrijf willen we niet overgeleverd worden aan de grillen van de markt. De Nederlandse gemeenschap van richtlijnmakers heeft dit probleem al vroeg erkend en zich verzameld in het EBRO-platform. Dit platform organiseerde jaarlijkse symposia rondom thema's als Zorg voor Evidence in 2005, van de industrie in 2007. En later werd het platform omgedoopt tot Genever, dat jaarlijkse, tweejaarlijkse expertbijeenkomsten organiseert om elkaar bij te praten over recente ontwikkelingen op het gebied van de methodologie. Het heeft niks met gin te maken, maar de naam is Genever. Internationaal groepeerden onderzoekers en richtlijnmakers zich in de AGREE Collaboration, dat in 2001 het AGREE-instrument publiceerde. Een instrument om de kwaliteit van richtlijnen te beoordelen. En hieruit is het Guidelines International Network voortgekomen. Dus toch, het heeft wel met gin te maken. Dus nu snapt u ook de knipoog in de naam van het Nederlandse netwerk. En CBO en NRG waren medeoprichters van gin. In dezelfde periode ontstond ook de Great Working Group, een groep van hardcore methodologen waar ook pioniers van de ABM-beweging aan deelnamen. Zij ontwierpen een systeem voor het graderen van evidence en recommendations, aanbevelingen, met veel aandacht voor alle mogelijke vormen van vertekening, bias. De criteria van het AGREE-instrument vormen de basis voor de leidraad voor kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut Nederland om te beoordelen of richtlijnen volgens de regels der wetenschap zijn opgesteld en dat het kaf van het koren tracht te scheiden. Het GRADE-systeem is inmiddels wereldwijd het meest gebruikte systeem om evidence samen te vatten en onafhankelijk te beoordelen. Het is echter zo complex geworden dat alleen geschoolde richtlijnmethodologen het nog goed kunnen uitvoeren. De good old boys around a table zijn vervangen door een gemêleerde werkgroep van wijze mannen en vrouwen, oud en jong, een mix van klinici, ervaringsdeskundigen en methodologen. De juiste balans in de lichaamwerkgroep is het beste wapen tegen verleiding, vertekening en belangenverstrengeling. Zo schrijdt de wetenschap in richtlijnen voort op zoek naar een gemeenschappelijke visie. Hiermee zijn we aangekomen bij de tweede tussenstop van onze reis. De professionele expertise als bron van kennis. Expertise kan worden omschreven als kennis en ervaring op een specifiek terrein. Binnen de geneeskunde wordt expertise opgebouwd door gedurende vele jaren veel individuele en bijzondere gevallen te zien, waardoor patronen worden herkend en getuid. Expertise komt deels tot stand door analyse en begrip via gangbare leermethoden, maar bestaat voor een ander deel uit zogenoemde tacit knowledge, die meer intuïtief, impliciet en moeilijker overdraagbaar is. In de huisartsgeneeskunde wordt dit herkend als het pluis-niet-pluisgevoel. Na anamnese en onderzoek is vaak nog steeds onduidelijk wat de patiënt mankeert. En het pluis-niet-pluisgevoel geeft dan richting aan de beleidskeuze om af te wachten dan wel verder onderzoek op behandeling in te zetten. Deze bron van kennis is niet alleen in de praktijk onmisbaar, maar ook bij de totstandkoming van richtlijnen. De jarenlange ervaring van professionals met specifieke patiëntengroepen compenseren de vaak onvolledige of tegenstrijdige bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, zodat er toch verstandige aanbevelingen kunnen worden geformuleerd. Het is een groot misverstand dat richtlijnen de professionele expertise laag waarderen. Zonder deze specifieke bron van kennis en zonder het professionele draagvlak kunnen er geen praktisch toepasbare richtlijnen tot stand komen. De verklaring voor dit misverstand is dat de waarde van de aanbevelingen wordt verward met het niveau van bewijsvoering, de levels of evidence, zoals ook door de eerder genoemde Great Working Group is ontwikkeld. Hierin wordt namelijk expert opinion als laagste niveau van bewijs beschouwd en de systematische reviews van gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek als hoogste. Toch kunnen bij gebrek aan bewijsmateriaal krachtige aanbevelingen worden geformuleerd, op basis van praktijkkennis en ervaring. En zeker als de leden van de beroepsgroep het daar ook met z'n allen over eens zijn. Gedeelde uitgangspunten en opvattingen, zoals de adagia in dubio abstine, bij twijfel niets doen, en primum non nocere, in ieder geval geen kwaad doen,
Wat zijn dan de uitgangspunten die kunnen het beleid extra ondersteunen? Het op een verantwoorde wijze verkrijgen van breed gedragen consensus maakt deel uit van de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling. Want richtlijnen die niet kunnen rekenen op draagvlak maken in de praktijk geen schijn van kans. Dit brengt wel nieuwe gevaren met zich mee. Hoe komt consensus tot stand? Wie het hard roept heeft gelijk. Ook hier zijn de samenstelling van de werkgroep en de wijze waarop deze wordt voortgezeten en begeleid van groot belang. Samen met de gedragscode dat deelnemers openheid geven over hun belangen, bereid zijn naar elkaar te luisteren en discussiëren op basis van argumenten. De ervaring leert dat vrij snel duidelijk wordt wie stokpaardjes bereikt of de groep probeert te domineren met een eigen agenda. In dat geval treedt het groepsproces corrigerend op. In verreweg de meeste gevallen lukt het zo om tot consensus te komen. We komen dichter bij het einddoel van onze reis, het leveren van persoonsgerichte zorg in de praktijk en bereiken de derde belangrijke bron van kennis, de patiëntervaring of inbreng van de patiënt, onmisbaar voor het leveren van persoonsgerichte zorg, maar ook bij de ontwikkeling van richtlijnen. De patiënt bestaat niet, wordt vaak gezegd. Want elke patiënt is uniek. Dat klopt. En toch zijn er grote gemene delers en kan het proces waarop de patiëntervaring wordt ingezet in de besluitvorming wetenschappelijk worden benaderd. Dat wil zeggen onderbouwd met systematisch verzamelde onderzoekgegevens. Voordat ik hier verder op inga, zou ik graag de patiëntervaring willen illustreren aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. En dit voorbeeld laat ook zien hoe de toepassing van richtlijnen in de praktijk kan werken. Ik heb avonddienst op de huisartsenpost in mijn regio. Om 11:00 s'avonds zie ik Anne, 3 jaar, op het spreekuur. Haar moeder vertelt dat ze huilend wakker was geworden vanwege pijn waarbij ze naar haar rechteroor greep. De avond ervoor was dat ook wel het geval geweest. Toen had moeder paracetamol gegeven en na een uur was de pijn afgezakt en was Anne weer rustig gaan slapen. Overdag was ze weer speels. Deze avond had ze weer dezelfde oorpijn, maar ook koorts, 39,4. Anne komt slapend op de arm van haar moeder de spreekkamer binnen. Haar vader is er ook bij. Moeder vertelt dat ze zich zorgen begint te maken omdat ze haar dochter suffer vindt dan de avond tevoren. Bij lichamelijk onderzoek vind ik een rood en gespannen trommelvlies. Ik leg aan de ouders uit dat Anne een oorontsteking heeft. En dat dit de pijn en de koorts verklaart. Ook leg ik uit dat de behandeling bestaat uit paracetamol tegen de pijn. En dat in de meeste gevallen de ergste pijn binnen 2 tot 3 dagen overgaat. De vader vraagt vervolgens, dus u geeft geen antibiotica. Met kennis van de NAG-standaard leg ik uit dat het genezende effect van antibiotica bij oorontsteking beperkt is. De eerste 24 uur is er geen effect te merken, maar daarna, van dag 2 tot 7, bestaat er de kans van 1 op 20 dat het kind minder pijn gaat ervaren, ten opzichte van afwachten zonder antibiotica. Daarbij staat er een kans van 1 op 14 dat ze bijwerkingen van de antibiotica zou kunnen ervaren, zoals overgeven, diarree of huiduitslag. De vader brengt in, een jaar geleden had Anne oorpijn en toen kreeg ze van de dienstdoende huisarts wel antibiotica. Daar is ze toen snel van opgeknapt. Ik leg uit dat het effect van antibiotica bij kinderen jonger dan 2 jaar groter is gebleken dan bij kinderen ouder dan 2 jaar. Dus bij jongere kinderen de balans vaak doorslaat ten gunste van antibiotica. Maar mijn kind is 6 weken te vroeg geboren en kwetsbaarder dan andere kinderen, aldus vader. Ik vind het toch prettig dat ze nu ook weer antibiotica krijgt. Moeder vult aan. Ja, ik geloof dat ik me toch rustiger onder voel als ze antibiotica krijgt. Voor bijwerkingen ben ik niet zo bang, want de vorige keer verdroeg ze de antibiotica ook goed. Op basis van de afwegingen van de ouders schrijf ik antibiotica voor. En zeg erbij dat de ouders ook kunnen wachten met het starten van de kuur. En als ze de kuur niet hoeven te starten, mocht het beter met Anne gaan. Wat ik heb verteld, kunnen ze ook nog eens rustig nalezen op thuisarts.nl. Deze casus illustreert de toepassing van richtlijnen in de praktijk, maar ook de gerechtvaardige afwijking ervan op basis van gezamenlijke besluitvorming. De patiënt en ouders hebben een eerdere ervaring. Het gaat om een kind dat gezien de leeftijd nog relatief kwetsbaar is
en de ouders aanvaarden de mogelijke nadelen van de behandeling. Zo kan het gaan in de praktijk. Uiteraard is dit geen vrijbrief om meer antibiotica voor te schrijven, onder druk van de patiënt. Maar wees eerlijk, dit zijn toch geen onredelijke patiënten of ouders. Samen met de huisarts komen zij wel overwogen tot een gedeeld besluit. Een voorbeeld van de dans in de spreekkamer. Tevens de titel van de inaugurele reden van professor Van der Weijden. In de volgende casus die ik u wil voorleggen, is de druk van de patiënt voelbaar en pertinent. Als ik er niet aan toegeef, zou de vertrouwensrelatie wellicht onder druk komen te staan. De heer Van Berg, 36 jaar. Ken ik nauwelijks, want er komt maar weinig op mijn spreekuur. 2 jaar geleden heb ik hem voor het laatst gezien in verband met een snijwond. Hij klaagt over pijn in de rug, die 4 weken geleden plots is ontstaan, na een verkeerde beweging bij het golven. Er is geen uitstralende pijn naar de benen. Hij is zelfstandig naar een fysiotherapeut en een osteopaat gegaan, maar beide konden de pijn niet verhelpen. Hij bezoekt nu mijn spreekuur. Want hij wil een MRI-scan om te weten wat er aan de hand is en of er iets is verschoven. Ik onderzoek meneer en vind de rechterrug, een normale bewegelijkheid, geen kloppijn op de wervels, geen aanwijzingen voor een rughernia. Terug in de spreekkamer geef ik aan dat ik begrijp dat het vervelend is dat de pijn al 4 weken duurt en dat er geen verbetering is opgetreden. Ik leg uit dat ik bij het onderzoek geen duidelijke afwijking heb kunnen constateren, maar dat dit bij rugpijn meestal het geval is. De patiënt onderbreekt mij en zegt dat hij toch een MRI-scan wil, want daar kun je meer op zien. Zijn golfvriend is onlangs in Duitsland geopereerd en toen dacht de huisarts eerst ook dat er niets aan de hand was. Ik zeg dat zijn klacht en het plotseling begin na een beweging duidt op een verrekte spier en dat het vermoedelijk met bewegen en eventueel extra oefeningen over zal gaan. De patiënt houdt aan. Maar toch wil ik een MRI en als u hier niet voor zorgt, ga ik het zelf wel regelen. Nou, dan zit je dan met je richtlijnkennis als huisarts, met de standaard. En je professionele ervaring, die heeft geleerd dat er ook heel veel ellende kan ontstaan. Van rugoperaties op onjuiste indicaties. Ik leg aan de heer Van Berg uit dat ik als huisarts in onze regio geen MRI kan aanvragen. En verwijs hem naar een orthopedisch chirurg. Die dat wel kan. Een maand later ontvang ik de brief van de orthopedisch chirurg. Sinds een week gaat het beter, schrijft hij. De scan toont geen fracturen en geen aanwijzingen voor een hernia of wervelkanaalstenose. Patiënt werd uit controle ontslagen. Voor de huisartsen in de zaal, herkent u dit ook uit uw praktijk? Dat onaangename gevoel dat je iets moet doen waar je niet achter staat. De patiënt krijgt weliswaar zijn zin, maar zou kunnen terugkijken op een consult waarin de huisarts hem niet serieus nam. De huisarts denkt, ja, zie je wel, de klachten zijn vanzelf overgegaan. Daar was helemaal geen scan voor nodig. Gelukkig leven we in Nederland en niet in België, Frankrijk of Duitsland. België is ook wel een erg mooi land overigens hoor. Onze patiënten staan ingeschreven bij 1 huisartspraktijk en zijn doorgaans honkvast. Ook als de patiënt een keer niet krijgt wat hij of zij verwacht. Ik ben benieuwd naar het volgende contact van de heer Van Berg en ben dan van plan nog even terug te komen op het vorige consult. Zou hij bij een volgende keer ook weer een scan willen? Binnen een bestendige vertrouwensrelatie zou dat misschien wel eens heel anders kunnen zijn. En zo proberen we rekening te houden met het patiëntperspectief, maar niet ongelimiteerd. Anders ontaart het in wat ik zou willen noemen demand-based medicine. Dat is niet wenselijk. Voor de individuele patiënt niet, ook niet voor de maatschappij, waarin de zorg voor het grootste deel vanuit het collectief en op basis van solidariteit wordt gefinancierd. Het is daarom belangrijk patiënten te leren wat zij van de zorg kunnen verwachten, op basis van de 2 eerder genoemde kennisbronnen, evidence en professionele expertise, ook al stuit dat soms op verzet. Vanuit de continue relatie met de patiënt kan de huisarts daar bij uitstek aan bijdragen. De weg naar persoonsgerichte zorg betekent investeren in de relatie. En, zoals dat met alle relaties gaat, kom je onderweg vrijwel altijd hobbels tegen. De Nederlandse huisarts heeft aangetoond hier uitstekend mee om te gaan, gezien de langdurige relatie die hij heeft met de meeste patiënten. Niet alleen in de spreekkamer houden we rekening met de patiëntervaring,
maar ook bij de ontwikkeling van richtlijnen. Op verschillende wijzen kan het patiëntperspectief worden ingebracht. De laatste jaren gaat dit steeds meer in overleg met de landelijke patiëntorganisaties en de koepels daarvan, zoals de Patiëntenfederatie Nederland en het platform GGZ, met het Zorginstituut Nederland als aanjager. Als er een representatieve landelijke patiëntenorganisatie bestaat, wordt deze benaderd om input te geven in verschillende fasen van het ontwikkelingsproces. Deelname aan de werkgroep lijkt aantrekkelijk, maar vereist behoorlijk veel training en vaardigheden om de discussies in de werkgroep goed te kunnen volgen en een eigen geluid in te brengen. Bij onderwerpen zoals diabetes mellitus, borstkanker, cardiovasculair risicomanagement en astma COPD zijn er goede patiëntvertegenwoordigers beschikbaar. Maar voor andere kleine onderwerpen in de huisartsgeneeskunde zijn deze moeilijk te vinden. Een alternatief is het organiseren van focusgroepen, waarin de meningen van circa 10 patiënten met de aandoening of kwaal met uiteenlopende achtergronden input kunnen geven. Het NLG heeft de laatste jaren van deze methode al diverse malen dankbaar gebruik gemaakt. Naarmate er meer belangen op het spel staan, wordt de noodzaak om het patiëntperspectief gecontroleerd en reproduceerbaar in te zetten groter. Dit is een wetenschap op zich geworden, waar al diverse onderzoekers op zijn gepromoveerd. Kenmerkend is de mix van het hanteren van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Naast de evidence heeft een narratieve benadering toegevoegde waarde. Patiëntverhalen leren ons veel over het zorgproces en over wat patiënten belangrijk vinden. Zo komt de meerwaarde van het patiëntperspectief vooral aan het licht als het gaat om de waarde en betekenis van klachten en ervaringen in de zorg. En deze zijn soms aanzienlijk anders dan wat zorgverleners verwachten. Reumapatiënten willen zich vooral minder vermoeid voelen en zijn niet zozeer uit op extra pijnstilling. Diabetespatiënten willen vooral geen hypo krijgen en zijn minder bang voor een wat hoger HbA1c. En chronische longpatiënten hechten meer waarde aan het vermogen om nog zelfstandig boodschappen te doen dan aan de longfunctiewaarde. Deze voorkeuren kunnen worden gebruikt bij het literatuuronderzoek en bij het opstellen van aanbevelingen en keuzehulpen. Uiteraard zijn er binnen patiëntengroepen ook verschillen in wensen en voorkeuren die niet allemaal in een richtlijn kunnen worden beschreven. In de praktijk blijft het devies om deze steeds in contact met de individuele patiënt na te gaan. Dit brengt mij terug naar de casus van mevrouw Schol. Hoe is het met haar verder gegaan? Heeft u bedacht wat u zou willen doen? Het lukte maar niet om de bloeddruk goed omlaag te krijgen. Hoe nu verder? Samen besloten wij om de internist te raadplegen, bij wie ze vanwege haar nierfunctiestoornis bekend was. Na een paar weken krijg ik een brief van de internist met het volgende bericht. Patiënten krijgen steeds bijwerkingen bij nieuwe antihypertensiva. Daarom heb ik in overleg met patiënten besloten om het bij 1 april te houden en de bloeddruk verder niet meer te meten. Ten slotte is hypertensie geen ziekte, maar een risicofactor. Bij het optimaal reguleren van de bloeddruk verlaag je het risico op een hartinfarct op beroerte met 30%. Dat moet je bij oudere mensen afwegen tegen het risico van te sterke bloeddrukdalingen met duizeligheidsklachten tot gevolg. Patiënten wat werd van verdere polyklinische controles ontslagen en mijn advies aan u is om de bloeddruk niet meer te controleren, schrijft de internist. Ik zie mevrouw Schol een week later op mijn spreekuur, lachend en ontspannen. Dokter, weet u, ik ben zo blij dat mijn bloeddruk niet meer hoeft te worden gemeten. Ik heb nu zoveel meer rust in mijn lijf. Ook al zou het hoog zijn, het kan mij niet schelen. Ik voel me zoveel beter, dan ga ik maar een jaartje eerder. Maar liever dat dan weer extra medicijnen. Richtlijnen zijn een groot goed en onmisbaar voor de praktijk, omdat zij de arts snel van de juiste informatie kunnen voorzien. Bovendien zorgen de richtlijnen voor betrouwbare voorlichting via de voor de patiënt toegankelijk gemaakte informatie op thuisarts.nl. Maar ook deze casus illustreert hoe gemotiveerd kan worden afgeweken van de richtlijn. De ervaringen van de patiënt met de ingestelde behandelingen hebben het beleid bepaald. En daarnaast de arts die op basis van zijn professionele expertise samen met de patiënt de afwegingen maakt.
Persoonsgerichte zorg in optima forma, maar wel met en niet zonder de richtlijnen. De toenemende aandacht voor persoonsgerichte zorg kan gezien worden als een reactie op de overheersende rol van richtlijnen in de zorg, die vooral zichtbaar wordt door het monitoren van de toepassing daarvan in de praktijk. Niet alleen door zorgverzekeraars, maar ook door zorginstellingen die de wet en regelgeving met betrekking tot kwaliteit en veiligheid moeten volgen. De evaluatie van het gebruik van richtlijnen in de praktijk is essentieel om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Het is echter buitengewoon lastig gebleken om betrouwbare indicatoren op te stellen die echt iets zeggen over goede zorg. De casus van mevrouw Schol laat zien dat het behalen van de bloeddrukstreefwaarde eerder duidt op slechte dan op goede zorg. Want mevrouw zou er doodongelukkig van worden en een minder kwaliteit van leven door ervaren. Ook de streefwaarde van cholesterol en diabetesinstelling gaan soms een eigen leven leiden waarbij men de persoon van de patiënt uit het oog verliest. Dit trekken wij ons als huisartsen die persoonsgerichte zorg als kernwaarde van het vak beschouwen aan. Maar ook de patiënten doen mee in het debat. De landelijke patiëntenorganisaties worden steeds actiever en bekommeren zich om keuzes in de zorg. In de spreekkamer is gedeelde besluitvorming steeds meer gemeengoed geworden. De drie goede vragen: wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? En wat betekent dat in mijn situatie, bereiden patiënten voor actief mee te denken over het beleid. De wetenschappelijke kennis over goede zorg, verpakt in richtlijnen voor de professional en vertaald voor het publiek op thuiset.nl, vormen de basis voor het persoonlijke gesprek en voor de gezamenlijke besluitvorming. Het Zorginstituut Nederland stimuleert deze ontwikkeling door financiering van een gezamenlijk project van de Patiëntenfederatie Nederland en thuisarts.nl over de implementatie van de drie goede vragen in de huisartsenpraktijk. Persoonsgerichte zorg en richtlijnen lijken op het eerste gezicht niet samen te kunnen gaan. Ik ben van mening dat bij een verantwoorde toepassing dat wel kan. Er is geen sprake van een contradictie, een tegenstelling, maar van een paradox, een schijnbare tegenstelling. De richtlijn bepaalt niet wat goede zorg voor de patiënt is, maar de huisarts en patiënt bepalen dat samen. De huisarts bereidt zich voor door kennis te hebben van de richtlijn en de patiënt bereidt zich voor door de juiste vragen te stellen. Zo komt er een dialoog tot stand die richting geeft aan het beleid. Door richtlijnen en standaarden meer toe te rusten met keuzehulpen, waarbij uit gelijkwaardige opties kan worden gekozen, krijgt de inbreng van de patiënt meer gewicht en wordt persoonsgerichte zorg bevorderd. Richtlijnmakers als het NAG en het Kennis Instituut van Medisch Specialisten en het Zorginstituut Nederland zijn hier de laatste jaren druk mee bezig in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland. Dit heeft onder andere geleid tot de leidraad voor het ontwikkelen van patiënteninformatie en keuzehulpen. En de zogenoemde consultkaarten, een nieuwe keuzehulp voor patiënten en artsen. En hiervan ziet u nu een voorbeeld met betrekking tot de artrose in de knie. Een boeiende ontwikkeling die uiteraard niet zonder hobbels verloopt, maar wel met de ambitie om gezamenlijk de zorg beter en inzichtelijk te maken. Ter afsluiting van onze reis zou ik nu graag met u een blik willen werpen op mijn plannen voor het onderzoek en onderwijs dat gekoppeld is aan deze leerstoel, met het bevorderen van persoonsgerichte zorg in richtlijnen als leeropdracht. De leerstoel is een initiatief van het NAG en sluit aan op de missie om een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen. Het onderzoek binnen deze leerstoel is gericht op de praktijk van alle dag, waarin besluitvorming op basis van kennis en toepassing van de NAG-standaarden een belangrijke rol spelen. De leerstoel is ondergebracht binnen CAPRI. Dat staat voor Care Public Health Research Institute, binnen het programma Promoting Health and Personalized Care. Het thema van de leerstoel sluit goed aan bij alle ontwikkelingen op het gebied van personalized medicine. Hierbij gaat het om het preciezer in kaart brengen van genetische, familiaire en andere persoonlijke kenmerken, waardoor er beter voorspellingen gedaan kunnen worden over de risico's op het krijgen van bepaalde ziekten of complicaties van ziekten. Het wordt daarom ook wel precision medicine genoemd.
personalized care, persoonsgerichte zorg, kan worden beschouwd als de praktische uitoefening van personalized medicine, waarbij naast de verzamelde biologische gegevens ook nadrukkelijk wordt gevraagd naar de persoonlijke doelen van de patiënt in diens eigen woon-, werk- en leefomgeving. Een van de onderzoeksvragen betreft de verbinding van medicine en care. Hierbij kunnen richtlijnen een rol spelen. En hoe dat het best kan gebeuren is onderwerp van onderzoek. Centraal staat de vraag in welke mate richtlijnen kunnen helpen bij de besluitvorming om effectieve persoonsgerichte zorg te leveren. Niet alleen de richtlijn zelf, maar ook hulpmiddelen bij de toepassing, zoals stroomdiagrammen, keuzehulpen en elektronische applicaties, kunnen op hun effectiviteit worden onderzocht. In het voorbeeld van mevrouw Schol zou het kunnen gaan om een handzaam overzicht met vermelding van de voor- en nadelen van het intensiveren van de behandeling met geneesmiddelen. Ook de effecten van het gebruik van richtlijnen en keuzehulp op de individuele patiëntenzorg en patiëntenvredenheid wil ik graag onderzoeken. Maar ook op regionaal of nationaal niveau kan onderzoek worden gedaan. Bijvoorbeeld naar de invloed van richtlijnen op het terugdringen van onnodig aanvullend onderzoek. Denk aan laboratorium of beeldvormend onderzoek. Het terugdringen van onnodig voorschrijven van antibiotica, psychofarmaca en merkgeneesmiddelen. En verwijzingen naar de tweede lijn. Ook ben ik zeer benieuwd naar de effecten van spiegelinformatie of feedback op basis van richtlijnen. Met bespreking in lokale samenwerkingsverbanden. Het doet mij deugd dat ZonMW zich hard maakt om meer onderzoek in de eerste lijn te stimuleren binnen programma's als goed gebruik geneesmiddelen, antibiotica-resistentie en doelmatigheidsonderzoek. Genoeg kansen, zou je zeggen. Evidence-based medicine is oorspronkelijk ontwikkeld als een onderwijsmethode met als doel de geneeskundige kennis zoveel mogelijk te onderbouwen met onderzoekgegevens en niet alleen te vertrouwen op oordelen van autoriteiten. Het zoeken naar literatuur en het kritisch beoordelen daarvan zijn basisvaardigheden die zowel in de opleiding tot arts als in elke vervolgopleiding worden geleerd. Het onderwijs over EBM is onderdeel van de bacheloropleidingen Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Veel aandacht gaat uit naar de beoordeling van de kwaliteit van de verschillende typen wetenschappelijk onderzoek. Denk aan randomized clinical trials, diagnostisch onderzoek, prognostisch onderzoek, systematische reviews. Deze beoordeling is echter steeds complexer geworden en in de praktijk voorbehouden aan methodologen. Mijn uitdaging is om vooral aandacht te geven aan de beoordeling van richtlijnen, aan de wijze waarop deze de kennis proberen samen te vatten en aan de flexibele, persoonsgerichte toepassing van richtlijnen in de praktijk. Om persoonsgerichte zorg te leveren zijn vaardigheden nodig om de wensen, voorkeuren en verwachtingen van de patiënt inzichtelijk te maken en om risico's en onzekerheden op een begrijpelijke manier uit te leggen aan de patiënt. En dit zou in mijn ogen onderdeel moeten zijn van elke beroepsopleiding in de gezondheidszorg. Tot slot zou ik als onderdeel van het NRG wetenschappenbeleid graag de samenwerking met de afdelingen huisartsgeneeskunde willen voortzetten om de wetenschappelijke opleiding tot huisarts verder te stimuleren. Huisartsen in opleiding kunnen bijdragen aan de beantwoording van zoekvragen voor een NRG-richtlijn. Ook kunnen wetenschappelijke stages bij het NRG mogelijk worden gemaakt. Niet alleen door bij te dragen aan literatuuronderzoek, maar ook door het proces van richtlijnontwikkeling in bredere zin te volgen. Het NRG is een fantastische leeromgeving voor jonge, enthousiaste collega's. Zoals gebruikelijk bij NRG-standaarden vat ik het betoog nu samen in de vorm van de volgende kernboodschappen. Persoonsgerichte zorg vraagt om gerichte toepassing van beschikbare kennis met richtlijnen als leidraad. Richtlijnen vormen een betrouwbare basis van de geneeskunde, mits samengesteld op basis van wetenschappelijke literatuur, breed gedragen professionele expertise en relevante patiëntervaringen. Richtlijnen zijn er niet om blind opgevolgd te worden, maar om wel overwogen te gebruiken als hulpmiddel bij het leveren van persoonsgerichte zorg in de praktijk. Nou, ik ben nu aan het einde gekomen van mijn reden en wil tot slot graag een woord van dank uitspreken. Allereerst dank ik de rector en het college van bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen. In het bijzonder dank ik Nanna de Vries,
Vandaag de rector. En niet de jongste rector. Dat grapje had u niet begrepen, geloof ik. Maar heel veel dank, Nanne. En ons kennismakingsgesprek vorig jaar heb ik als een heel warm welkom ervaren. Veel dank ben ik verschuldigd aan Trudy. Trudy van der Weijden, vicevoorzitter van Capri. Jij hebt mij overgehaald om de NRG-leerstoel in Maastricht onder te brengen. De reistijd wordt ruimschoots goed gemaakt door de werkvreugde die ik hier beleef. Mede dankzij jouw enthousiasme en persoonlijke aandacht. Dat hebben we ook gezien bij het symposium. Heel veel dank daarvoor. Ik dank Marie Segers, directeur van Capri, voor zijn steun voor deze leerstoel. Als mede Job Metsenmaker en Jean Mures. Voormalig, respectievelijk, huidig voorzitter van de vakgroep huisartsgeneeskunde. Ik vind het een voorrecht om deel uit te maken van het topteam van senioren. Ik waardeer de bestuursvoorzitter, Rob Dijkstra, van het NRG, voor zijn steun en vertrouwen. Op ons eerste werkoverleg opperde jij reeds de mogelijkheid van de NRG-leerstoel. Dank voor de vrijheid die je mij bood om deze vorm te geven binnen het NRG-wetenschapbeleid. Ook dank ik de leden en voormalig leden van het managementteam van het NRG. In het bijzonder Ivo Smelen en Mark Eijk, tevens collega huisartsen. Ik weet niet waar jullie zitten, maar jullie zijn en blijven mijn beste maten door dik en dun. Dank ook aan alle huisartsenhoogleraren, verenigd in het interfacultair overleg huisartsgeneeskunde IOH, voor de steun aan het NRG-wetenschapbeleid en aan deze leerstoel. Jullie zijn het neusje van de zalm, nationaal en internationaal. Ik vind het een voorrecht om met jullie te mogen samenwerken. Alle medewerkers van de afdeling Richtlijn Ontwikkeling en Wetenschap van het NRG, dank ik voor de hechte samenwerking in de afgelopen jaren. De groei die we samen hebben doorgemaakt, hebben we te danken doordat we problemen niet uit de weg zijn gegaan en uitdagingen opportunistisch aanpakken. Jullie zijn een fantastisch team binnen het NRG. Graag wil ik Hetty Papendorp, mijn persoonsgerichte en persoonlijke assistente, bijzonder bedanken voor alle ondersteuning. Ook bij de voorbereiding van deze dag. Het is een enorme luxe om jou aan mijn zijde te hebben. Ook Mariette Henkers, Yvonne Jonkers en Marina Kopier vanuit het NRG evenemententeam, Anita Wittebol van de afdeling implementatie en daarnaast Babette Doorn, Karin Fase en Ine Siegelaar vanuit Capri ben ik zeer erkentelijk voor hun extra inzet voor de organisatie van deze dag. Veel heb ik geleerd van Richard Gol en Niek Lazega, mijn promotoren. Richard en Niek, dank voor de inspiratie, de steun en begeleiding tijdens mijn loopbaan. Met het Harkins Fellowship als sleutel op weg naar deze leerstoel. Veel dank daarvoor. Woorden van bijzondere dank verdienen Lex Schaalswaard en Siep Thomas, voormalig hoofd ook van de afdeling Richtlijn Ontwikkeling en Wetenschap bij het NRG. Lex, collega, fietsmaat, maar bovenal vriend, dank voor het luisterend oor en je scherpe analytische blik. Ik hecht veel waarde aan jouw mening. Siep kon hier niet bij zijn. Misschien kijk je nu en anders later. Jij bent mijn eerste leermeester. Samen met Vals Meulenberg, die hier ook graag aanwezig had willen zijn, maar ook niet hier is, vormde jij in de jaren 90 een koningskoppel bij het NRG. Dank voor al jouw wijze lessen en voor de open en directe feedback die je me hebt gegeven. En dat geldt onverminderd ook voor Frans, die weer een vaste plek in de Domus Medica heeft gevonden. Ook al is de oratie een persoonlijk verhaal, anders dan de richtlijn, zonder meelezers en kritisch commentaar is de totstandkoming ondenkbaar. Naast een aantal eerder genoemden wil ik graag Anke ter Brugge, Annette Jansen, Wim Opstelten, Jannes van Everdingen en Gerda van der Welen bedanken voor hun bijdrage. Veel dank ook aan het praktijkteam in Gorkum, mijn directe collega Pieter Nel, Tiedeman, collega Douwe de Ruiter, praktijkondersteuners Jessica, Harry en Maya, en assistenten Dini, Elisabeth, Esther, Florien en Nella. Het is een genot om elke dag om 7:15 de praktijk binnen te wandelen en waar te nemen hoe jullie weer zin hebben in de nieuwe dag, fris en opgewekt.
Jullie laten zien waar het uiteindelijk om draait. Speciale dank aan mijn wielervrienden, onder wie ook een aantal huisartsen. Mannen onder elkaar, met uitzondering van Trientje, een van de trouwste leden van de groep. Wat is een genot om elk jaar met jullie te fietsen, door berg en dal. En ik hoop dit nog lang te blijven doen, totdat we bij neervallen. Lieve vrienden en familieleden, we hebben elkaar in de laatste jaren te weinig gezien en gesproken. Toch heb ik op de achtergrond jullie warmte en aanwezigheid gevoeld. Bij mijn schoolfamilie heb ik me altijd welkom gevoeld en vertrouwd om lief en leed mee te delen. Onder hen ook zwager en collega Peter, die mijn leven een beslissende wending naar het geluk heeft gegeven. Simone en Marianne, mijn zussen, dank ik voor hun liefde en rotsvaste vertrouwen in hun grote broer. En Niels en Geert-Jan, mijn zwagers, voor hun sportieve belangstelling en energieke coaching. Lieve ma, wat fijn dat je er bent. Samen met pa, die ons te vroeg is ontvallen, heb je mij onvoorstelbaar veel warmte en liefde gegeven. Dit maakt wie ik geworden ben. Vol vertrouwen en optimisme. Karen, een supervrouw. Door jou ben ik een complete mens geworden en is er een wereld voor mij opengegaan. En zonder jou had ik hier niet gestaan. Tot slot mijn prachtige dochters, Remke en Lotte. En Moos is daar inmiddels ook bijgekomen. Wat ben ik trots op jullie. Zal jullie in het leven staan en ervan genieten. Dat maakt mij ongelooflijk blij. Ik heb gezegd. Dank u wel voor dat heldere en interessante betoog. Ik moet wel zeggen, u maait allerlei gras voor mijn voeten weg. Want ik had natuurlijk ook een kleine samenvatting willen geven. Hè, over rechtlijnige richtlijnen, vertrouwen, patiënten, invloed enzovoort. Maar dan komen gewoon de leerpuntjes vanzelf aan het eind van het betoog. En natuurlijk had ik het publiek ook wel willen vertellen dat ik eigenlijk niet de jongste rector ben. Dat hadden ze misschien wel begrepen. De echte rector is ongeveer 2/3 van mijn leeftijd en heeft ook een heel ander geslacht dan ik. Nou, dat waren dan de grapjes die er ook bij horen. Ik feliciteer u. U heeft nu dat ambt van hoogleraar aanvaard. En daarmee feliciteer ik natuurlijk ook al degene die u zojuist genoemd hebben. Ik ga dat niet herhalen. Ik dacht op een gegeven moment van het wordt de hele zaal. Maar misschien bij implicatie dan niet alle namen zijn langsgekomen. De dia staat nog op. Dat zegt iets. We gaan direct natuurlijk recipiëren, zoals dat heet. Ja, u bent met zoveel dat ik denk dat ik mede namens Jacco maar moet zeggen dat we niet allemaal in de rij moeten gaan staan, want dan komt u nooit aan hem toe. Wij gaan voorop, wij gaan wel even in de rij, maar daarna stel ik voor dat u gewoon allemaal een plaatsje zoekt op iets wat wij hier de luchtplaats noemen, dat is hier in het midden. En dan komt er vast iemand langs met een versnapering. En dan te zijner tijd, dan of Jacco loopt rond of u loopt naar Jacco toe als er geen rij meer is. En dan komt het allemaal goed. En daarmee besluit ik deze zitting.